week. Ja, toevallig. En dan horen we toevallig in de gezelligste stroot van... Nee, dat kan niet. Klopt dat niet? Ja, maar die hebben een buigtje. Ja, maar dat is heel de gezelligste stroot. Oh, is dat een gezonde concurrentie? Ik heb precies verkeerd, jong. Oh, dat hebben ze stiekem gedraaid. De rendierenlaan is de gezelligste. De rendierenlaan. En dit is het grote pronkstuk. Ja, dat is eigenlijk mijn hobby. Dat is eigenlijk mijn hobby, tractors restaureren. Oh, restaureren? Doet je dat alleen voor jezelf of ook voor andere mensen? Ja, alleen voor jezelf. Ik zal trouwens eerst even keurig met je... Hi, Bas. Jacques. Hoe slecht was ze eraan toe voordat je eraan begon? Ja, ik heel slecht. Is het een heer of een zeetroons? Dat is een heer. Een heer. Ja. Een tractor is een... Dat is een product dat maken ze vroeger in Hannover. Hannover. Kump Hanno mag ook van Hannover. Ja, Hannover is woord dat vroeger gemaakt. Deze tractor is van 1960. Ik zie het. Maar er zijn nog wel ooier. In jaartal. Maar dit was eigenlijk... Deze tractor die wordt eigenlijk vroeger ook gebruikt in de landbouw. Want je zit achter een... Hoe zit dat nu mee? Een dorspoelie op. Voor een dorskast die ze vroeger die dorsen aan de... Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, er loopt een riem aan. En dan een dorskast. En dus die En wie zat ze in werking dan? Dan een hendel dan. Dat werk je heftig als door, dat is een hendel. Dan begint je het rond te draaien en legt een heel lange riem op. Heel lange riem op, maar die gaat naar de kast hier. Dan worden die koeren geroepen met je gedorsen. Koos zonder riem ook wel eens knappen? Want dan zit het. Kost ook wel eens gebeuren, ja. Ja. Dus ik kan zien dat ze niet een keer even een zweepslag krijgen. Mijn eerste werk vroeger was bij een loonwerker. Oké, je hebt met dit... En daar kun je straks ook vanaf. Van de Alde Maas? Ja, heb ik kunnen kopen op een gegeven moment. Maar vroeger gingen wij bij Begossen te werken. Als klein jongens, toen zijn ik nog mee geweest. Joh. Gingen we mee dorsen. En dat vonden we toen heel spannend, dit tijd. Want hoe word je wie oud? Toen waren we 12, 13, 14 jaar. En toen mocht je mij helpen? Later zijn we in dat werk gestapt. Bij de werkgever en toen zaten we in het loonwerk, wie dit neemt. Nog later ben ik toch weer aan werk gedaan, maar dat tractor gebeuren is altijd gebleven bij mij. Het restaureren ook? Ja, en altijd liefhebber geweest van tractors. Nee, maar dit is echt... Net zo goed wie nee of beter dan nee? Ja, dit is wie nou. Dit is... De tractor was echt heel slecht. Want dit zat er eigenlijk allemaal niet op. Het scherm om. Dit stond eigenlijk in een garage op een bok. En dat zag er helemaal niet meer goed. Maar daar heb ik helemaal doorheen gekeken. En dan ben ik aan het restaureren gegaan. En het project heeft 2 jaar geduurd. 2 jaar? In mijn vrije tijd, toen was ik nog werkzaam. Nu is niet meer, ik ben eigenlijk pensionado. Nou, dan heb ik ook meer tijd. Daar heb ik 2 jaar aan gewerkt in mijn vrije tijd. Hey? Nee. Op die plaats zeg ik met de tractor vanaf kun je een grote werkplaats en daar heb ik geen plaats voor. Morgen binnen op de bok stond? Ja, op de binnenstong, ja. Daar heb ik heel fijn kunnen werken in dit tijd. Kosten nog moeite gespaard? Dat is een gigantisch werk. Het kost heel veel tijd, heel veel doorzettingsvermogen en heel veel geld kost je het ook. Maar ja, goed, dan heb je ook wat. Dit is een product. Hè. Dat heeft wel zijn waarde. Maar staat er altijd hee? Nee. Er staat nu hee omdat pas carnaval is geweest. En ik doe een carnaval. Hey. Oh, pas carnaval? En ik doe nog mee een optocht. Van de Prinsenwagen, van de carnavalsvereniging Prinsenwagen, doe ik altijd trek hee in de gemeente Nieuwiert. En dat doe ik met deze trek. In de gemeente? Dus op meerdere plaatsen? Nee, meerdere in Nieuwiert. In de gemeente hee met de carnavalsvereniging hee van het eind. Dat is natuurlijk wel extra leuk, hè? Dat ze hem ja. Ook ieder jaar aan een groot publiek kan laten zien. Maar even. Ja, ik kan daar een foto's van kijken, hebben ze gemaakt in een optocht die had schoon. Ja, laten zien. Hé, maar wat is nou de... En dit is het verhaal.
Deze tractor. Die was van mijn schoonvader. Geweest. Dat was ook eigenlijk heel oud in toestand. Maar dat hebben ze langer, daar heb ik al lang gekloor eigenlijk. En ik doe nog vaker met die tractor eerst in het museum, ik weet niet of je bekend zit, Eindhoven. Ja, natuurlijk. Ja, dan doen we vaker, vaker met, ik heb ook een huifkar. Een huifkar en doen we met mensen door tochtjes maken. Zo van, meestal even van het museum moet zo je achteruit naar de natuur en zo. Ik broek die ook wel zo ver. Schoenpap is niet meer onder ons? Nee, dat is niet meer onder ons, nee. Het schoenpap dat nog meegemaakt? Dat heeft hij niet meer gezien, nee. Maar dat was vroeg natuurlijk. Hoe belangrijk een... Ik rijd de traktregel hier lang. Want meestal vroeger was de boer van een kleine broer en die had anders een tractor. Op een gegeven moment heb ik dat overgenomen en ben ik aan het restaureren gegaan. Ik kwam dus op die grote beurs in Panningendorp. En toen ben ik eigenlijk aan het restaureren gegaan, ja. En wat zien we op de foto's? Oh, dat is mijn werk eigenlijk. Met een grote kraan? Ja, dat is eigenlijk mijn werk. Ja. Dat ziet geen dochter boven op dat ding of al? Nee, dat is een van de medewerkers op de kraan, die op de kraan zit, dat ben ik. Dat ziet geen? Ja. En is dat meer voor grote riolerings... Rioleringswerkzaamheden, ja, in de gemeente Nederweert, ja. En de foto links? En dat is eigenlijk van een collega, dat is Kim de Zuiden, die ook zo'n tractor is, eigenlijk hetzelfde als die. Daar heb ik dus eens contact mee. Dat is ook? Ook in Hannemach, ja. Ook in Hannemach? Ja, ja. Dus, En wat doet je met deze nog? Deze straks zit meestal heen. En daar doen wij ook wel tuurtjes mee maken. Als met collega's als in de schone zondag is, dan komen we zo'n eentje toe op de zondag. Ik zie ook wel eens mensen rijden, die hangen er een caravan achter. Ja, een caravan ook, ja. Heb je ook? Ja. Nee, caravan niet. Ik heb alleen zo'n huifkar. En dan giet de vrouw mee? Nee, mijn vrouw, dat wil je vertellen. Die is er helaas ook niet meer. Oeh. En daarom ben ik een paar jaar gestorven. En daarom heb ik het ook veel tijd voor nu. En daar heb ik eigenlijk, ja, ik moet zeggen, veel tijd omgekregen. Met het restaureren ook. Voor dat ze wat op te vangen en zo. Dus het restaureren, ja. heeft ook een soort van therapeutische werking, ja, gehad? Ja. Dus er zit eigenlijk ook wel een stukje van huur in. Ja, maar pas geleden werk ik nog volle bak. Dicht nog bij, maar dat restaureren die ging me de vrije tijd allemaal. Maar dat was de vrouw inmiddels overleden al. Maar dit, tezamen met mijn werk, dat heeft me dat weer vroeg geholpen, ja. Ja. Hoe lang is ze er niet meer? Dat is er toch al vijf jaar geleden, op bijna 6 jaar. Hoe is het nou met nog? Ja. Ik ben nu op het moment pensionado, dat is ook weer wennen. Dan krijg je nog meer vrije tijd. Ja, en dan moet je iets te doen hebben. Je hebt een feestje eigenlijk altijd naar gewend van werken. Van smerigens en dan kom je douchen zitten. Dan moet je dat toch iets hebben voor dat op te vangen. Maar, die is kloor, Jacques. Ja, die is kloor. Die is kloor. Ja. Wat werd dan, komt er nog, komt er nog een nekwejaar? Kan best zien. En nu ben ik heel even genezen ervan, want dat is een enorm werk. Maar dat is ook het schoenen ervan. Alle merentje afkomen, dan koop ik dit toch weer een onderdeel, dan koop ik dat er weer. Wat zou je er nog op kennen? Nou, je kan eigenlijk... Zit er nog accessoires? Ja, er zit een kap op eigenlijk. Dat was vroeger een optie, kon je een kapje op hebben. Zie je er ook niet hebben, maar ik wil dit niet. Ik wil alleen dat schijven. Dus want het scherm, dat is dus ook een optie? Nee, dat is eigenlijk het standaard. Dat is standaard. Ja. Optie was eigenlijk dat ik nog een kap overheer kon krijgen, zoals zeggen. Maar vroeger kon je dat was een optie. Maar mocht ze er tegenaan lopen, dan... Nee, maar ik dan, dat is zo. Als het slecht weer is in de winter en zo, dan een winterdag, dan zwieg ik het er ook niet op als het koud is. Meestal gewoon, ja, als het goed weer is, als de temperatuur is, als het goed weer is. Doen we meestal mee, joh. Ja. Over goed weer gesproken. Nou, hier dadelijk Eindhoven ook weer open. Ja, ja. Dan krijgen ze het ook weer wat druk, ja, met de ritjes. Ja, er zijn mensen die vertrekken van dood, die komen dan een dag bezichtigen. En dan vragen ze voor een huifkartocht.
als ze dat dan ook kunnen maken, die komen in bus of zo, heel veel Belgen en zo. En dan maken we, een tochtje niet achter ons. Dat vinden die mensen geweldig. Gij ze dan ook nog wel eens off-road? Of mug je geen modder meer zien? Hoe dit? Mug je geen modder meer zien? Nee, meestal als het slecht weer is en het is modderig, dan gewoon niet, nee. Ja, want dan moesten we laatst wel goed zijn. Laatst hebben we een heel schone rit gehad, gewoon waar ze een dartclub uit België. Ja. En ik wou, hé, die wil je ook een tocht maken, gewoon mensen worden een dartclub. Dat worden heel gezellige mensen. En ja, die stap je in de huifkar en die je van al B-drang en alles. Oké. Okay. En dit ging, en dan weet, kreeg je steeds meer plezier. En hebben die hele middag hier achter in de natuur mee rondgereden, die vonden dat geweldig. Toen gingen we naar Roggel, dan gingen we nog eens een keer aan in een restaurant toe. En die had je een hele schone middag gehad. En zulke mensen, die moeten we dan dekken rijden, joh. Schoon. En als die mensen plezier hebben, dan is die gewoon plezier? Ja. Kom maar even kijken, ik heb hier nog een beetje. Van de optocht? Ja, heb ik hier nog een foto. Dat is echt pas geweest, carnaval. Wie is de prins, toch? Dat is mijn zoon. Oh. Dat is mijn zoon, ja. Dat is al. Dat was in 2011. Maar heeft ze hem toen ook gereden? Met de handen mag? Nee, meteen. Toen echt de handen. Meteen? Ja. Toen echt de handen. Is dit van dit jaar? Nee, die is niet. Dat is een collega van mij. Dit is. Kijk. Dit is van dit jaar. Die hebben ze in de optocht gemaakt, die foto's. En dit is mijn nichtje, dat was toevallig die was prinses. Prins en prinses. En dan is dat wel leuk, hè. Hé, dan is het toch hier van die merk, hè? Ja.